Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En op de lijst staat Harold Soet. Harold Soet ken ik als een betrokken politicus. Regelmatig contact met hem, wat hij lokaal, maar ook provinciaal beleeft, brengt hij ook naar het Haagse, naar mij toe. Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En ik beveel u van harte aan, Harold Soet, om op te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Oldenbroek en CDA hoort bij elkaar, vind ik. Sociaal, CDA, ondernemend, handen uit de mouwen. En daar staat Harold Soet ook voor, vind ik. Sociale jongen, komt uit de streek, wil ook ondernemers de ruimte geven. Niet pap in de nat houden. Dat is de manier waarop je verder kunt komen. En Harold is een man van het gesprek, van het overleg, van de dialoog. En dat is ook belangrijk als CDA, want we doen het vanuit de politiek niet alleen. We doen het met de mensen, met de vrijwilligersorganisaties, met de ondernemers, samen. En daar past Harold Soet uit Wezep, maar uit Oldenbroek, helemaal bij. Vanavond ben ik in Oldenbroek, CDA-afdeling hier. En Harold Soet is volgens mij hier al wel heel erg bekend. Maar ik heb in de afgelopen 3 jaar nauw met hem samengewerkt in de provincie. Een deskundig persoon, een plezierig persoon om mee te werken, een betrouwbaar persoon om mee te werken. En hij weet ook nog precies waar hij het over heeft. Dus eigenlijk is het wel een ideale persoon. Ik denk dat hij uw steun verdient en dat daarmee Oldenbroek echt weer 3 stappen verder kan zetten.